de stand en wel van de senioren die zojuist hebben gespeeld. De optellingen van beide wedstrijden, van beide elftallen, die zijn als volgt. En dan begin ik met het prominente team uit de Hoekzwaard. In het doel, Jan Preesman. U allen bekend, ex-Heine Noord. Enige jaren ook als zeer goede doelverdediger in Pierceel optreden. En laatst wat spelen op de bezoek. Dan achter, van links naar rechts. Herman Roos. Het goudwaardse boot. Jan Bijl van ZBVA. Sam van der Hoeven van MBSVV. En Jan Schouten van Mazan. In het midden een van de beste voetballers. Roel van Ekelen. Jarenlang een grote steunpilaar van het Nieuwendorps NSVV. Nu uitkomend voor Ossendrecht. Gerre Dijk. Laatst gespeeld in Puttershoek en ik dacht dat hij nu weer terug was bij Heine Noord. En Jan van Gent van Oud-Beierland. En de voorhoede wordt gevormd door Bas Leeuwenburg van Heine Noord. Peter Knoop, de populaire spits van NSVV. En Dick Dubbel. Ventura Sport, een oud-speler van Karel Snijders in de tijd dat hij bij FC Dordrecht speelde. Reservespelers zijn Jaap Rupsam en Bram Hazelbach. Jaap Rupsam van Oud-Beierland en Bram Hazelbach GOZ. De opstelling van Biersel. In het doel Borgert Brouwer. Achter van links naar rechts Rien Snijders. Dick Burger. Leen van het Hof. En Bas Koesveld. In het midden Hans Groenenberg. Peter Verveer. Adrie Achterberg. En de voorhoede wordt gevormd door Jan Achterberg, Karel Snijders en Adrie Groenenberg. Reserve of wisselspelers moet ik zeggen bij Pierceel zijn Piet Burger en Gerrit van Ippenburg. U vindt het prominente team in de gele shirts en het elftal van Pierceel in de witte shirts. Trainer bij het prominente team is Nico de Bruin, ex-trainer van Pierceel. En die wordt geassisteerd door Levende Sluis als begeleider en Wim Achterberg als verzorger. Terwijl het team van Pierceel onder leiding staat van Jerry Kruijf. Ik heb u net gezegd, de wedstrijd is in handen van ook een oud toparbiter uit de zaterdagvoetbal, Aart van der Spoel. De grensrechters zijn Jan van Oudheuzen en Hans Redijk. Nou, u ziet op de middenstip ziet u ook staan Tim van der Zijde. Helaas met twee krukken. Tim die was ongelukkig om in de finale van het Witte Boerderijtoernooi afgelopen zaterdag geblesseerd van het veldmoes. Anders had hij vanmiddag hier bij van de partij geweest bij Pierceel. Natuurlijk, zijn maatje Karel. Die zal Tim ondanks handicap proberen om toch een goede aftrap te verrichten. Ik wens beide elftallen, heren scheidsrechters, grensrechters, een hele prettige wedstrijd toe. Ik dank u.